Waarom zijn de klokken uit de toren van de Annakerk gehaald? Nou, zoals u weet wordt hier op deze plaats de A9 verbreed. En we hebben voor die verbreding de pastorie nodig van de kerk. En het bisdom vond eigenlijk dat dan de kerk ook niet meer een kerk kon zijn. Dus de kerk is daarna gestopt als kerk zijn en daarom zijn de klokken weg. De A9 hier rechts van ons, die gaat verbreed worden. En moet de kerk daarom gesloopt worden? Nee, de kerk niet. De pastorie wel. Ongeveer waar we nu staan, dat is de zijkant van de nieuwe A9. Ja. U ziet dan dat de pastorie achter me, dat die dan in de weg staat, die wordt gesloopt. En de kerk met de kerktoren die blijft overeind. Dus dit prachtige gebouw hier op deze plek kan blijven staan? In principe wel. Mocht het zo zijn dat tijdens de bouw zijn er toch allerlei gekke problemen zich voordoen. Dan hebben we afgesproken met de gemeente om dan te kijken of herstelmogelijkheden nodig zijn. Of in het uiterste geval, als er echt niks meer mogelijk is, sloop. Maar daar ga ik niet van uit. Gaat de toren ook opengesteld worden voor bezoekers? Nou, dat is nog geen zicht op. We hebben hem net gekocht. En de akte ligt nu bij de notaris om te laten passeren. En wat de toekomst brengt, overleg met de gemeente Amstelveen, zullen we kijken wat we gaan doen. Wat we gaan doen met de kerk ook? Met de kerk, maar ook met de kerktoren. In principe blijft de zaak nu leeg. Er zijn al diverse mensen of instellingen die hebben gezegd, hebben we belangstelling. Maar gaan we mee praten. Dus de A9, die gaat verbreed worden. Op welke termijn kunnen we dat verwachten? Ons onherroepelijke tracébesluit is 4 januari vorig jaar vastgesteld. Ja. En de einddatum ligt ergens in 2020. Dus dat blijft dus steeds een ambitie. En de financiering, is die al rond? De financiering is bij de minister. En u weet dat er best wel problemen zijn met Amstelveen. Maar in goed overleg tussen de minister en de gemeente Amstelveen wordt een oplossing voor gezocht.